Jongen, 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 jongen. Hier, die kan je nooit weghalen, die TNT. Dan krijg je een probleem. Hallo, woorden van de games. En welkom bij deze gloednieuwe Mod Wars. Daar zijn we dan op mijn bedje. En ik heb een heel gek vraagtekentje op mijn shirt. Zag ik hier? Oh, hier zie ik hem ook. Het zit niet eens op mijn shirt. Het zit gewoon op mijn skin. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. Hallo? Oh, laat maar, dat is iemand anders. Hallo, is er iemand voor de deur? Ja, hallo. De sis! Oeh, het is de nieuwe invite voor onze stad. Precies wat we nodig hadden. Een genie, net als een sis. Welkom, welkom, welkom hier in dit mooie dorpje. Welkom. Ja, dankjewel. Zie je bij mij op mijn borst ook een vraagteken? Ik zie een heel raar vraagtekentje. Waar komt het vandaan? Heb je enig idee? Misschien als je erop tikt dat er iets gebeurt. Op tikt? Zullen we proberen? Ja? Auw. Nee. Hey, Jackie! Oh! Oh, nee, 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 dat was dom. Oké. Okay. Hey, rustig, niet slaan. Je sloeg mijn hond! Pinky! Oh, sorry, Pinky. Jackie? Ja? Hey, kom eens even hier, maar volgens mij heb je ook een vraagteken, of niet? Want laat me eens even jouw borst zien. Of ja, dat is een beetje raar trouwens om te zeggen, maar... Mag ik even op jou, naar jou kijken, naar jouw lichaam? Ja, kijk! Het heeft gewoon een vraagteken op je borst. Zie je het bij mij ook? Ja? Doe je kleren eens uit, als je wil. Hey, Jackie, doe normaal, mijn hond! Jemig, meteen geweld! Ja, je doet het uit. Het zit op je haren. Huh? Dit is zo raar. Ik zie het bij mezelf niet. Nee, jij hebt het ook niet. Maar alsof wij gemarkeerd zijn of zo met bloedmagie. Misschien omdat je kleding aan hebt. Ja, oké. Okay. Oh, creeper! Ah, gunpowder hebben we nodig! Nou, kapot. Eventjes kijken, ik ga nog jou wat armor geven, want dat armor ligt hier in huis. Dat hebben we nodig, want we worden bedreigd door een verschrikkelijke vijand. En die verschrikkelijke vijand, die zijn nogal verschrikkelijk. Goed uitgelegd. Hier is wat armor. Ik heb zelf ook wat nieuwe armor nodig. Mijn broek is ondertussen weer kapot gegaan. Een helmpje heb ik nodig. En schoentje heb ik eigenlijk ook nodig. Alleen, ja, wacht. Deze broek en shirt zijn ook bijna kapot. Nou, ik stel eventjes een schoenen van Jackie's gedeelte. Zal ze vast niet zo erg vinden. Ze staat daar een beetje te... Oh, ze is bezig met de boerderij. Precies wat soorten doen. Super. Wat ik dus wil gaan doen is wraak nemen. Maar eerst even een bordje neerhangen trouwens. Was ik bijna vergeten. Daar hangen we gewoon neer. Het eerste bordje is voor Philippe Seuy. En hij schrijft... wij willen meer Epic Mod, oftewel Mod Wars. Mardiker, ik vind dat echt kapot leuk. Als je mag ik een bordje Minecraft naam X Super Gamer. Ja, jij bent de chosen one. Jij mag er eentje, alsjeblieft. Hey, Marcis. Ja. Jij weet nu dus dat wij bedreigd worden. Heb je ook honger trouwens? Want jij hebt heel weinig Ja, ik heb eten stiekem gepakt. Maar jij weet dat we bedreigd worden volgens mij of niet? Ja, door dat heb ik gehoord. Heb jij enig idee hoe wij ons kunnen beschermen of hoe wij hun kunnen aanvallen of wat dan ook? Nou, ik heb vroeger wel iets met TNT gewerkt. En ik weet wel een heel leuk grapje wat we kunnen uithalen met een speciaal soort TNT. Wat gebeurde daar? Wacht eventjes. Ik zag er iets doodgaan. Was dat Jackie? Huh? Ik denk dat je spoken ziet. Nee, ik zag echt iets. Ik zag daar rook ergens. En ik zie hier een vlinder. Jackie, waar ben je? Op de boerderij. Ben je nog steeds bezig met de boerderij? Ik moet eten hebben. Nou, je voelt je wel echt een boerin vandaag, hè? Het volgende dus wat we dus willen gaan doen is wat jij zegt. Want wij willen ons verdedigen of wij willen sterker aanvallen. Dat kunnen we dus met TNT. Dat is gewoon zo standaard. Ja, een speciaal soort... Hé, wacht! Je hebt ook een vraagteken op je borst. Hey, als je alles uit doet, gaat het wel weg. Ja, oké. Okay, maar waarom zou dat zo zijn? Ik heb geen idee. Zou jij misschien kunnen uitleggen? Dus TNT. Gewone TNT of wat voor TNT hebben we nodig? Nou, we hebben industrial TNT nodig. En als je dat dan plaatst op de grond en zij gaan het weghakken, dan pas ontploft het. Dus je hoeft het niet aan te steken. Als je het kapot hakt, dan ontploft het. Oké, industrial TNT. Ik ga eens even kijken. Is dat moeilijk om te maken? Industrial, dat is dit TNT. En dan hebben we gewoon... Wow! Heel veel echt een TNT nodig. En dan krijg je er 4 uit. Oké, dus heel veel flint en zand, gunpowder. Hier hebben we 49 gunpowder en 27 flint. Kijk, nou, wow. Daar hebben we al een hele hoop aan. Maar nu hebben we ook nog zand nodig en dat hebben we dan weer helemaal niet. Zullen we zand gaan hakken? Ja. We gaan naar de zandbak, go. Naar de zandbak. Jackie, ga je mee of blijf je bij de farm? Ja, ik ga mee. Ik ben bijna klaar. Misschien is het wel handig om een schep mee te nemen. Ja, ik heb een schep. Ja, jullie natuurlijk niet, wel. Nee, ik ben helemaal... ik heb helemaal niks. Jackie, zie je die vlinder hier ook? Hier. Hier vliegt een vlinder. Kijk. Waar is hij nou? Huh? Oh, hier. Zie je hem? Daar, in het gras. Ja. Je ziet de vlinder ook. Oh, je kan hem echt slaan! Ik dacht, dat kan niet. Vermoord hem. Wacht. Waarom? Nee, dat was een grapje. Hij is bruin. Hij is mooi. Kijk dan. Je ziet hem bijna... Hier is hij, Jackie. Wat is dit? Wat is dat? Oh, dat is een boom. Die moeten we nog even kijken wat hij doet. Het is een hele speciale boom met tijgerhout of zo. Cherrywood. En hier hebben we ook nog een hele speciale boom met partaukwood. Nou ja, maakt niet uit. Hé, maar sis, als je een huis wilt bouwen... Als je een huis wil bouwen of zo, je hebt hier genoeg plek om te bouwen. Je mag hier lekker een huisje bouwen en doen wat je wilt. Je mag
elektriciteit of wat je ook maar wil, mag je aansluiten. Daar zijn we heel blij mee. Zand. Waar kunnen we zand vinden? Ik zie hier alvast wat. Maar we kunnen ook iets verder op avontuur gaan. Hé, hey, pijlen, dankjewel. Want we zijn eigenlijk nog nooit echt ver op avontuur geweest hier. Ah, Jackie! Je komt niet eens over de hek heen! Ik zag je daar zo springen. Ik ben echt een beetje... Ja. Je wou zeggen dat ik noob ben, wou je zeggen. Ja, dat is ook wel. Kijk, ik heb hier wat voor je. Wat doe je nou? Je gooit er geen cadeautje weg? Ik voel hier een beetje een spanning tussen. Wie sloeg mij? Ja, dat was Sis. Je weet hoe het werkt, hè? Nee, dat was een grapje, Je kan niet eens raken. Jemig. Oké, kom, let's go. Oké, zand zoeken, jongens. Daarvoor kwamen we hier. Oké, nou, Jackie, ik dacht dat ze mij ging slaan, maar dat deed ze gelukkig niet. Hey, wat is dit? Een tall mystical... Hey, kijk, hier is een magische bloem. Je loopt er doorheen. Je hebt hem kapot gemaakt. Ik heb hem. Super, echt? Laat hem eens zien dan. Wat is dit? Nee, dit is iets anders! Oké, we kunnen hier op het strand wel wat zand meenemen. Jackie, help je me mee? Nee. Waarom niet? Je bent toch meegegaan om te helpen, of niet? Je gaat met een pickaxe ga je dit doen. Oh, het is weer Jackie tijd, hoor. Wil het in ieder geval ook eventjes testen? Dan gaat Jackie het testen, dan gaat ze het slopen. Ik plaats hem, Jackie sloopt het. En dan kijken of het ontploft. Kijken of Jackie het dus ook overleeft. Als Jackie het overleeft, dan is het eigenlijk niet zo geschikt om mee aan te vallen. Ik wil even protesteren, want ik ga het niet doen, hè? Hoezo niet? Nou, hebben we genoeg. Ik heb bijna een stack. Hoeveel zand hebben jullie? Ik heb een stack. Anderhalve stack. Anderhalve stack, oké. Daar hebben we sowieso genoeg van. Waarvan kreeg ik damage? Wat? Van deze plant hier? Of niet? Huh? Welke plant? Nee. Oh, hier zit allemaal bijen of zo. Wat is dit? Ah, ik word gestoken door die dingen. Dat is een lieve heersbeer. Nee, het is een wesp. Ik weet niet wat het is. Jackie is bang volgens mij. Auw. Ja. Nou ja, goed. We kunnen in ieder geval hier... wat doe jij nou? Ga je nou onderdoor? Oh, jongens. Ik maak het meteen wel tegen. Toch ga je er langs. Nee. Ja, waarom niet? Dit kan toch gewoon nu? Nee, niet pakken. Ja, niet broodjes pakken. Voor mij. Dankjewel. Nou, maak het maar weer dicht, Jackie. Dan gaan we eventjes snel die TNT maken. Want ik wil het snel gaan testen, zodat we snel weten of dat het ook echt werkt. Even kijken. Hoe maken we ook weer TNT? Met gunpowder. Dat ligt gunpowder hier. En zand. Oké, dan moet ik even kijken hoor. TNT, dat is zo. Alright, dat is niet zo heel moeilijk. We hebben al echt superveel gunpowder nodig. Dat is wel weer lastig. Ah, ik mis nog één gunpowder. No! Nou ja, ik heb in ieder geval 9 TNT maar. Oh, dat is echt weinig. Ja, dan kan je er 1, 2, 3, 4. Kan je er 3? Nee, dan heb je 12 industrial TNT. Oh, dat is toch wel aardig wat, of niet? Daar kunnen we wel mee overleven. Daar kunnen we misschien wel leuke dingen mee doen. 8 en dus deze is 12. Super, we hebben 12 industrial TNT. Oké, laten we dat dan eventjes gaan testen. Ik plaats er wel eentje. En Jackie? Nee, ik ga het niet doen. Je gaat nee, kom is maar, kom het wel mee. Zo slim om Marnik TNT vast te laten houden? Ja, Jackie sowieso niet. Wat is een goede locatie? Misschien de kelder hier. Hadden we er een kelder? Nee, doen we maar gewoon eventjes hier. Jackie, ik zet hier een TNT neer. Geen idee wat het doet. Het is ITNT. Prima. Sieg is niet meer online. Jammer, anders konden we dat op hem testen. Wie wil dit proberen weg te halen? Oh, het gaat regenen. Marnik, het is jouw video, dus... Ja, maar Jackie. Als jij dit doet, dan vertel ik iedereen dat ik... Ja. Doe het lekker zelf. Oh. Sis? Rennen! Oh, hij doet het! Wat gebeurt er? Is dat een dikke... Oh. Maar dit is gewoon dat een standaard TNT-explosie. Alleen, die wordt dus pas geactiveerd als de vijand het wil slopen. Dus dat is mooi. We hebben er 11, dus misschien kunnen we deze om hun base plaatsen. En eigenlijk moet ik Sieger roepen en hopen dat hij gaat komen. Dan geef ik jou wat TNT. Ja. En Jackie, niet hier plaatsen. Ik geef je ook wat TNT. En dan gaan wij nu naar hun base toe en kijken of ze komen. Daar zijn we dan bij de base van de vijand. En ze zeggen, wat moet je? Wij zijn aan de shift, dan zie je rechtsboven op de map onze naam ook niet als je shift. Dus dat is mooi. We hebben TNT. Ik heb er 5. Hoeveel hebben jullie er allebei? Ik heb er 3. 3 yes. En Jackie... Wat? Je hebt er ook maar 3 volgens mij, Jackie, hoor. Dat kan anders niet. We gaan er gewoon op af. En ik weet nog niet waar we de TNT kunnen gaan plaatsen, beste. Maar ik weet wel dat ze heel boos gaan worden. Als wij dat bij hun apparatuur gaan plaatsen. Als het gaat ontploffen. Dus laten we gewoon... is dat een gun? Oh, wat gebeurt er? Oh, Jackie! Blijf geshift. Ik help je. Wacht, ik kan niet geshift blijven. Ik probeer hem te pakken. Oh. Het is een mini-zombie. Oké, blijf zo veel mogelijk geshift, Jackie. En ik zie daar... Volgens mij waren dat guns. Dat zijn... Machine guns.
Ja, volgens mij gaan die schieten als we te dichtbij komen. Oh ja! Wow, wow, nee, nee, nee! Cirkel. Wat de hel? Nou, dit is compleet misgegaan. Zoals je ziet, daar is het graf van Jackie. En hier ben ik een paar keer dood gegaan. Daar, alleen... boven ons! Wat? Huh? Oh, wat? Daar is hij! Oh, wat? Hij is paars! Huh? Hey! Ja, hey, ik moet even mijn spullen pakken. Ik ben een paar keer dood gegaan, ja. Daar gaat hij. Snel mijn spullen pakken. Nee! Ah! Go! Oh! Jemig! Wow! Dat was close. Ik heb nog maar net overleefd. Oké, ik denk dat wij via de berg omhoog moeten. En misschien... Achter je. Huh? Oh my god! Oh, het zit hier vol met monsters. Oh, het gaat weer zo fout in de nacht. Waarom zijn we hier ook weer in de nacht naartoe gegaan? Die zit daar op de boom. Huh? Die zit achter ons. Hou ons echt in de gaten. Oké, dan denk ik dat we gewoon moeten rennen. We moeten er voor gaan. Kom, volg me. Maar pas op voor die guns. Want volgens mij staat er hier ook eentje. We gaan gewoon aanvallen en plaatsen dat. Er staat ook een. Ja, ik blijf gewoon doorrennen. Go, 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 go. Oh, pas op, Jackie. Pas op voor die gun. Oké, je ontwijkt de kogels. Dat kan dus ook. Oh, oh! Jemig. Lekker op tijd. Nee, dan ben je hem kwijt. Ik heb het... Oh, het is kapot. Pas op. Oké, het werkt. Ik ben wel bijna dood. Het werkt dus wel. En hij is dood. Hij is dood. Hij heeft zichzelf opgeblazen. Oh, er zat nog iemand achter ons. We hebben dus nog wat TNT, maar... ik ga het hier gewoon... wat heeft hij in zijn hand? Is dat een zaag of zo? Het lijkt is dat een machine. Een zaag? Wat is dat? We hebben wat cadeautjes. Ik ik weet niet waar ik het kan plaatsen. Ik wil niet te veel gaan slopen. Dat is een beetje onaardig natuurlijk. Dus, Jezus, hij gaat maar weer vermoorden hoor. Hoezo? Heb je TNT al laten zien? Oké, heb je gewoon vermoord? Nou, dan ga ik ook gewoon hier TNT plaatsen. Het is goed. Jongen. Hier, die kan je nooit weghalen, die TNT. Dan krijg je een probleem. Wraak voor Jackie. Oh, hij heeft het gewoon wel gedaan. Dat is heel dom, hè? Ik zet nog een keer TNT daar neer. Hoppakee. Het is dood. Jongens, ik ben helemaal klaar mee met een Game Drop. Het is serieus. Zomaar Jackie vermoorden. Dat pik ik toch niet. Hier is Jackie nou dood in de hemel. Nou, dus het allerlaatste bordje voor deze aflevering. Ik ben helemaal klaar mee, jongens. Zomaar ons allemaal vermoorden. Terwijl we gewoon daar even rondlopen. Ja, natuurlijk is het niet de bedoeling dat we daar rondlopen in hun base. Maar ze hebben ons helemaal kapot gemaakt. We willen wraak nemen, maar ze hebben veel te overpowered dingen. Dus wij moeten echt aan overpowered dingen ook werken. Want dit is niet te doen zo. Op deze manier kunnen wij helemaal niks met hun. En gaan ze ons alleen maar verder slopen. En dat is dus niet chill. Dus het laatste bordje van vandaag. Wacht eens even. Ik vond hier al zo leeg. Onze flamingo is weg. Hebben ze die ook nog gestolen of wat? Jongens, het kan toch niet? Zo kunnen we nooit iets... die mensen die moeten echt even gestraft worden. Ik weet niet hoe. Maar dat gaan we zeker doen. Het volgende bordje hang ik hier zo. En die is voor NL Games. Hij zegt, toffe video. Mag ik op een bordje? Minecraft naam, Twan Peters. Ja, maar natuurlijk mag hier. Is dit jouw Minecraft naam? Dat klopt niet helemaal volgens mij. Dit is gewoon je echte naam. Maar goed, hier hang je dan in het huis. Jongens, laat een like achter op en informeer. En laat weten wat we de volgende keer moeten doen. En misschien dat Sis dit ook gewoon gaat opnemen. Ik weet het niet. Maar Sis, iedereen tot de volgende keer maar weer.